Oei, we hebben er echt veel te lang op moeten wachten. Want de laatste mainline Gran Turismo serie kwam uit op de PlayStation 3. En wel te verstaan op het moment dat de PlayStation 4 volgens mij al uit was. Of letterlijk een maand later uitkwam. Het is voor mij ook dan de minst gespeelde. We kregen Gran Turismo Sport. Maar eindelijk is dit de mainline Gran Turismo die we eigenlijk de hele PlayStation 4 generatie hebben gemist. En wij hebben hem gespeeld, jongens. Ja, eindelijk. Ja, ik wou net zeggen, voor mij, en ik weet je, die passie die jullie hebben voor Elden Ring, want dat zie ik alweer voordat we hier beginnen met opnemen, zitten jullie weer over bepaalde samurai zwaardjes te bespreken. Flikker toch op, man. Maar hoe heet het? Ja, ik heb echt de afgelopen dagen, elk moment dat ik wakker was, heb ik deze game zitten spelen. En om heel eerlijk te zijn, jezus, wat heb ik dit gemist. Ik heb dit echt enorm gemist. Snap ik wel, snap ik wel. Het is echt een op zichzelf staande race game. Die eigenlijk met weinig anders te vergelijken is. Ja. En dat heeft niet alleen maar met de race zelf te maken. Ook met de hele invulling en het randgebeuren. In dit geval het café, weet je wel. Het collecten. Vooral het collecten natuurlijk, weet je wel. En dat is nu ook weer op een bepaalde manier. Wordt dat in kaart gebracht, letterlijk, via een menukaart, weet je ja, wel? Ja, de Gran Turismo. Of Gran Turismo Café, daar krijg je een menukaart. En eigenlijk, waar je denk ik het best mee kan vergelijken, is het een soort van quest giver. Ja. Ja, maar het is vooral gewoon het hele Japanse designverhaal. Van de geluiden, de muziekjes. Ik wou net zeggen, inclusief die kutte JRPG-achtige muziekjes, ja. Het is godverdorie Persona niet. Kom op, man. Ik vind het geweldig. Nou, trouwens, er zit van alles bij. Weet je? En maar dat is een beetje nou, het ding. Ik ben het wel een beetje met hem eens. Dit is wel zeg maar de ik denk de eerste Gran Turismo die zo enorm veel Japanse plingelliedjes heeft. Je kan misschien dat dan kiezen. Ik heb bij dus de race heb ik altijd gewoon allemaal classic rock en allemaal ja? dingetjes. Oh nee, ik heb bijna echt alleen maar van Sonic the Hedgehog soundtrack. Maar dat is helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is wel het ding. Als je begint met spelen, dan moet je zo'n musical race doen. Ja, music rally. Maak, dat is nieuw. Maakt meteen duidelijk zeg maar. Het is de real driving simulator, maar de game neemt zich ook. Het is gewoon fun. Ja. Het is niet alleen maar zwaar racen en het mag gewoon leuk zijn en maar gamey. Het eist wel een bepaald respect om een of andere reden. Je begint inderdaad de game met de music rally. Dat is iets nieuws en eigenlijk is het gewoon een time trial zou ik zeggen. Waarbij maar op de muziek. Op de beat. Ik kreeg er echt een. Ik heb echt met een smile zitten spelen. Juist omdat het zo lekker casual is. Ik kom ook vanuit Elden Ring, hè, dus dit was voor mij perfect, zeg maar. Van, dat is een goede opening dan, inderdaad. Even iets luchtiger. Ja, weet je, bij mij was het juist andersom. Ja? Ik speelde het hele weekend gespannen achter het stuur. Gewoon Gran Turismo. En dan s'avonds voor Even met je paard door de weilanden. Relaxation even gewoon nog wat bossen slachten in de avond. Ja, maar weet je, als je endgame zit, dan kom je in Gran Turismo voor je ontspanning. Ja, oké, dat snap ik. Maar ik vond het ergens ook niet Japans genoeg. Want die intro... Ja, ik wou zeggen, Music Rally is nieuw. Het krijgt een bijzondere plek ook in de game. Vind ik best wel raar, want ik vind het leuk. En het is best wel tof, maar... Als intro... Nou, ten eerste, het is het eerste wat je doet in de game. Ja, ja. En dan vraagt de game, oké, nu mag je Gran Turismo 7 spelen. Terug. En dan moet je in een minuutje kiezen om Gran Turismo te willen spelen. En vervolgens krijg je een intro van 7 minuten die je niet kan skippen. Nope. En dat is wat ik bedoel, maar dat eist wel... Weet je wat er mis is met jullie? Jullie weten dat. Ik weet niet dat je het niet kan skippen, want ik heb dat niet geprobeerd. Oh nee, ik heb het ook niet geprobeerd. Andere mensen vertelden mij gelukkig, dat. Gelukkig. Dus, want op zich, weet je, de tweede keer vervolgens wel... Voed ze maar op, laat ze maar kijken. Want het is een stukje, want het gaat natuurlijk... Weet je, ze hebben het bij Polyphony altijd over driving emotion. Ja. En het gaat in op de geschiedenis van de auto en op een emotionele manier. Het gaat over het liefde voor de auto en popcultuur die daaromheen... Vond ik dus echt dat het nagenoeg alleen om de Europese en Amerikaanse automarkt draait in dat filmpje. Ja. Terwijl ik zoiets heb van mijn grootste liefde binnen car culture Japanse. Is Japans. Ja. Dus ik miste daar heel erg in en op wel meer plekken. Want ik weet niet of ik dan er te verder op vooruit loop, maar als je eenmaal aan het spelen bent en je hebt je kaart met alle verschillende punten die je langs
langzaamaan unlockt. Dan heb je ook allemaal mensen die jou begeleiden met een profielfotootje en een beetje een chick die je welkom heet. En dan heb je weer een gast ergens bij een garage. En iedereen wordt geïntroduceerd en er zitten overal mensen bij. En er zit ook wel, weet je, zitten Japanse designers bij die ergens zitten. Maar ja, het hele ding voelt niet café, heel erg Japans. In dat café van Luca inderdaad, nee, waar je die quest inderdaad krijgt, komen ook heel vaak de echte designers van die auto's. En die vertellen je nog wat erover. En daarin zie je dat er zoveel liefde in zit. Maar die Music Rally inderdaad, die staat niet in de Gran Turismo World. Dat mapje wat we net zagen. Het staat letterlijk op het hoofdmenu. Het is of je speelt de game Career Mode, of je speelt Music Rally. Ja, dat is misschien een beetje een raar. Een mode die ook maar 7 nummers heeft, zoiets, denk ik. Helemaal niet zo heel erg veel. Dus ja, toch een bijzondere keuze, laat ik het zo zeggen. Eens. En ja, en dan begint de game, jongens. En oh my god, dit is echt gewoon weer Gran Turismo zoals het altijd was. Je begint in een gekke Toyota die je zou willen hebben. Voorheen was dat een Yaris, nu had ik een elektrische, geloof ik, of een hybride auto. En ja, vervolgens werk je jezelf omhoog vanaf de Sunday Cup naar de Clubman Cup. En vervolgens, het wordt echt pittig op het einde wanneer ik, je echt... Ik vond het al redelijk wat ook pittig uitgedrukt wordt in het pepertjes, zeg maar. Pepertjes. Ja, nou, maar ik moet zeggen, ik heb vanochtend nog eentje gereden op Spa-Francorchamps. De GT3 versie met 3 rode pepertjes. De gewoon GR3 bedoel je dan? Ja. En ik kwam niet verder dan plaats 7. En ik heb echt zitten stampen, niet normaal. Ik ben blij, want dan ligt het niet aan mij. Ik heb dus ook echt hetzelfde. Ik speel dan, want dat is misschien ook wel handig. Je hebt voor de AI heb je 3 difficulty settings. Ja. Ik heb hem op easy staan. Ja. No shame. Ik heb ook wel gemerkt, zeg maar, ik ben echt een RPG-speler die Gran Turismo speelt. Dus ik ben heel systematisch gewoon alles aan het grinden. Maar dan nog, ik heb dan wel driving assist, heb ik expert staan. En de AI op easy. En ik, weet je, kijk, je hebt races waar er geen limiet is aan de kwaliteit van je auto. Ja, dan kan je altijd compenseren. Dan kan je winnen. Dan win je altijd, weet je. Ik bedoel, kijk, het kan wel een categorie zijn, achterwiel aangedreven. Maar als het vermogen en de score voor de kwaliteit van je auto geen limiet heeft. Maar als die dat wel heeft en je weet van, nou, weet je, in deze pool is het tot aan auto's met een kwaliteitsscore van 550. Ja. Dan weet je overpowert niemand. En ik moet echt op easy ben ik aan het zwoegen. En ik merk, het gaat snel omhoog, hoor. Maar ik heb lang geen serieuze racing games gespeeld. Dus ik ben ook niet de beste daarin. Maar ik moet echt wel vechten. Met 1-2 pepertje kan ik eerste worden. Ja. Maar dan moet ik, weet je, geen slechte bochten maken. En ik merk wel, dat is de credit van de game. Ik ga snel vooruit. Dus het, weet je, het is echt een skill issue. Maar inderdaad, als ik group 3 met 3-4 pepertjes. Ik heb een hele mooie Supra die aan de max van wat ik aan vermogen mag hebben. Maar ja, ik heb exact hetzelfde. En ik ben wel echt iemand die... Maar op welke difficulty heb jij hem dan? Normal. Expert. Maar ook de AI? Ja. Oh, ja, oké. Nee, kijk, ik kom maar op easy. Maar hij drinkt scheid. Dat is waar. Dat wou ik zeggen. En ik speel jij rijdt het hele jaar door wedstrijden. Ja, en kijk, hier, je ziet het. Dit is op Spa-Francorchamps. Dit is die race. Met een flink getunede wagen al wel? Nee, want je kan niks tunen. Want je mag maar 730 pp. Ja, mag precies. Je daar gebruiken. Ja. En dit is een... Even kijken. Ik dacht dat dit een Nissan GT-R was. Oh. Ja. Ik heb die Toms Supra als pre-order auto erbij gehad. En die is inderdaad voor Group 3 precies 729 nog wat pp. Ja, die voor mij is 726 of zo. Maar als ik al andere bandjes eronder gooi of wat dan ook. Nee, dan is het al te hoog. Maar ik kan niet meekomen. Tenminste, inderdaad, op easy, op jouw positie. Maar niet winnen of iets. Nou, ik was echt geschokt. Ja, ik wou dat zeggen. 26 seconden van de leider. En ik kom echt niet dichterbij. Ja, maar is normal dan niet meer een setting die... plezier zal leiden? Ja, zeker. Expert is dan misschien gewoon ook wel natuurlijk logisch... dat je daar niet als binnenkomer mee wegkomt. Nou, ja, maar hoe heet het? Ik had dat niet verwacht, om heel eerlijk te zijn... voor iemand die ook heel erg veel GT Sport heeft gespeeld. En hey, all credit for the game. Want weet je, je moet maar beter worden. Get good. Is het wel echt inderdaad. Dat heb ik, die les heb ik ook meteen om de oren gekregen.
Ja, en heel eerlijk, daar leent de game zich wel echt perfect voor. Want ik vind Gran Turismo, het is eigenlijk voor iedereen leuk. Gewoon mensen die een keertje op willen pikken en gewoon vanuit het niets een game willen spelen. Daarvoor is er de controller support fantastisch. Daarvoor is ook de instap en de assist zijn prima afgesteld. Spelen jullie allemaal, speel jij met controller of met stuurtje? Ik heb allebei gedaan. Okay. Maar ik heb een stuurtje voor het serieuze werk. Maar is het makkelijker voor jou nu met stuurtje? Met stuurtje is het wel makkelijker. Want ik merk wel inderdaad, ik ben echt nog old school idiot met deze games. Dus weet je, ik heb mezelf na al die jaren eindelijk gewoon aangeleerd om niet meer met de D-pad en de knoppen te spelen. Maar ik heb nog wel de motoriek van iemand die met de D-pad en de knoppen speelt. Ja. Dus ik gebruik ze niet zo analoog als ik zou moeten. Weet je, ik geef nog steeds met het analoge knuppeltje tikjes. En ik leer het wel af, want je komt er niet meer weg. Nee, ik wou dat zeggen. Je wordt gewoon gelijk gestraft, want je spint meteen. Op het absoluut, moment dat je en ook met gas geven. Ja. Het is gewoon vol of max remmen of max gas. Weet je, je moet echt leren doseren. Maar wat vond jij van de adaptive triggers? Want dat is een van de dingen waarbij ze echt hevig dit promoten. Van oké, we hebben adaptive triggers in de DualSense controller. Het verandert de ervaring compleet voor PlayStation 5. Vond ik niet eigenlijk. Ik ben er nog vrienden mee aan het worden. Maar ik vond wel, dat er staat standaard ook met best wel veel rumble. Yep. Ook gewoon die experimentele shit, dat weet je, hobbeltjes in de weg. En er zitten wegen waar je gewoon, weet je, net zoals zo'n weg op de snelweg, waar je gewoon toetem. Heb je gewoon dat hele stuk vooral die controller Tokyo, die best wel hard... Ja, precies. Dus ik, daar had ik op een gegeven moment wel zoiets van... Oké, deze hoeft misschien niet voor mij. Deze is nog een dag leuk. En dan ben ik klaar. Maar kijk, sowieso controller support was altijd al goed. Adaptive triggers deden echt helemaal niks voor mij. Ik bedoel, ja, er zit wel iets van weerstand op. Maar ik had echt het idee van... Oké, op het moment dat je remmen blokkeren... Dan voel je dat je er doorheen gaat of zo. Of op het moment dat je wheelspin krijgt. Ja, gelijk retry. Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Op het moment dat je wheelspin kwijt, dat je ook gewoon dat gaspedaal ook voelt wegvallen of wat dan ook, weet je wel. Maar... Hoe kom je nou alweer aan een GT 40? Of is het een nieuwe GT? Deze heb ik gewonnen na de Pan America Championship, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Het duurt over het algemeen vrij lang voordat je dit soort wagens... Ja, ik wou net zeggen, hier rijd ik nog niet in, Koos. Ik heb inmiddels aardig wat verzameld. Hoor. Ik ben nog op heel bescheiden niveau bezig met mijn Japanse auto's allemaal. Weet je, een mooie Silvia S13 en een Lancer Evo 5 die ik aan het uitbouwen ben. Die heb ik ook al. Daarvoor... Ja, nee, maar ik heb nu wel genoeg om zeg maar mijn eerste, want ik heb die Group 3 auto heb ik dus, heb ik er twee van. Mm-hmm. Alleen ik heb een 4 nodig, omdat daar wat goede competities bij zitten, waar je ook gewoon weet je leuk wat credits verdient, die ook nog 1 of 2 pepertjes hebben, om zo te zeggen. Dus daar denk ik dat ik wel kans maak. Dus ik zat er inderdaad ook aan te denken om die nieuwe GTR Group 4 te halen. Ja, die GTR is voor mij echt mijn standaard auto geweest jaren. Super stabiel ook natuurlijk. 4-wheel drive dacht ik ook nog eens. Maar dit speel ik overigens met de controller. En je zag het bijvoorbeeld net al. Ik vind het wel echt heel veel moeilijker, man. Want het nieuwe physics model, het is echt weer een stapje omhoog gegaan. En echt bepaalde moves en manoeuvres die ik zou maken in GT Sport. Heb je ook altijd deze view? Ja. Ik ga altijd achter de auto. Ja, ja man. Daar ben ik mee opgehouden inmiddels. Nee, wat ik zeg, ik weet zeker, weet je, ik heb de liefde voor de auto's, maar weet je, puur gameplay technisch als race gamer, ben ik een hele andere creature, zeg maar, hoe ik hier instap. Ik wil mijn auto zien. Views, hè, weer. 3 of 4, ja, inderdaad. Ja, motorkap, helemaal ervoor en dan erachter en deze. Ja. Nou, op het moment dat ik, zeg maar, echt online race tegen anderen, doe ik altijd de bumpercam, omdat ik gewoon maximale zichtbaarheid wil hebben wat dat betreft. Maar career mode doe ik dit simpel. Ja, dit is voor mij... Ja, de immersion is te gek. Dat inderdaad, ja. Ja, ik doe het soms voor de lol, maar ik weet je, echt als ik gewoon ga spelen, altijd erachter. Maar wat ik zeg, ik heb net geaccepteerd dat ik niet meer met de D-pad en de knoppen speel. Hè? Dus ik ben niet heel modern in dat opzicht. Nee, maar dat geeft niet. Maar ook inderdaad, wat we zeiden, get good. Het is makkelijk op te pikken voor iedereen die nog nooit een race game heeft gespeeld. Het houdt je echt aan het handje en het leidt je op om een betere driver te worden. Ja, je hebt ook al die, los van de difficulty, heb je dus die driving assists. En je kan, weet je, gewoon los van de lijn en de remmomenten, je kan ook gas- en remondersteuning krijgen van de game. En dan ben je eigenlijk gewoon een beetje... Dat wil je niet, joh. Nee, natuurlijk. Nee, maar als je nou echt denkt van, ja jongens, ik vind het leuk, maar ik weet je... Dan hoef je al bijna niks meer te doen.
Ja, maar ik kan niet eens met een winkelwagentje overweg. Ik wil wel zeggen, ja, dan... zijn mensen die dat skill niveau niet hebben. Hè, en die kunnen nog steeds plezier halen uit zo'n game, denk ik. Mm. Maar precies. Goed, dat is, uiteindelijk waar het hier om gaat, is om echt wel gewoon de banen goed onder de knie te krijgen. Je wagens absoluut te leren kennen. En het gevoel van de wagens op de tracks, dat luistert heel nauw, maar het voelt wel heel erg fijn aan, hoor. Je voelt echt wanneer je dreigt uit te glijden en dergelijke. Ja, en daarin heb je dan met de stuur echt zo'n enorm voordeel. Precies. Want je zag hier net al bepaalde gebieden hier, wop, dan wilde hij gelijk uitbreken. Ja. Nou, hier weet ik het nog net binnen te houden. Maar kijk, op het moment dat je op je stuur enigszins die spanning voelt, dan je voelt precies waar die gaat breken. Mm. En dat kan je voorkomen met een stuurknuppeltje op de controle. Ja, dan kan het niet. Dus, en je replays zien er ook kut uit. Sorry? Je replays zien er kut uit. Ja, een, tok. Ja, tok. Je auto die gaat... Weet je, alles ziet er schitterend uit. En het enige wat je eraan herinnert dat het niet real life is, is gewoon inderdaad dat je gewoon schokkerig door die bochten gaat soms. En je kan proberen mooi te racen. Maar weet je, ja, dat is natuurlijk niet wat je aan het doen bent als je aan het vechten bent om überhaupt op de eerste plek te komen. Opgevangen. Ja. Max Verstappen. over hoe het eruit ziet, man. Tering, die graphics zijn echt insane. Ja. Die zijn echt insane. Er zijn wel weet je, het heeft wel... dat hebben eigenlijk alle moderne games. Het is niet ieder moment is mindblowing. Er zitten gewoon, zeker als het een beetje grauw wordt, weet je, dan is het gewoon een racing game om te zien. Mm-hmm. Maar inderdaad, op momenten dat het even allemaal samenkomt, dan is het echt eye candy. Ja, ik moet wel iets zeggen, technisch doet het iets. Ik kan niet helemaal mijn vinger erop leggen, maar het doet iets met... daar is van GTR. Het ver aanzicht. Dat is die groep 3, hè? Ja. Ja, precies. Het doet iets met het ver aanzicht. Alsof wat in de verte zit nog soort van niet helemaal gerenderd lijkt te zijn. Op het moment dat het dichterbij komt, dan wordt het scherper of zo. Ik heb wel wat pop-up dingetjes inderdaad gehad. Ja, het is niet helemaal pop-up. Het is alsof het nog gerenderd moet worden. Of niet helemaal high-res is in de verte. En pas als het dichterbij komt, dan begint het... Dan begint de game te berekenen of zo. Ja, LOD noemen ze dat. Ja. Level of detail. Hebben jullie dat allebei verspringt. Performance mode trouwens? Ja. Ik ben begonnen in de performance mode. Dat is 60 fps. Heb hem later echt op raytracing mode gezet. En dat is nog steeds gewoon 60 fps tijdens het racen hoor. Want daar staat het uit. Maar de replays, zoals deze, die zijn dan wel 30 fps. Maar die raytracing ziet er zo insane uit, man. Dat is echt belachelijk. Want een van de dingen die ik echt heel erg mooi vind in deze game... en waarom ik hem ook zo... hij voelt enorm polished ook. Ik zie nergens kartenrandjes. Maar is de belichting. De belichting is zo ontzettend realistisch. En het verandert ook dynamisch mee tijdens het racen. En bijna ieder dag, moment van de dag ziet er gewoon... correct uit en ook al verandert dat tijdens het racen. Ja, jij en het doet het best wel snel. Ja, iets te snel. Ja, het is niet helemaal zeg maar een geloofwaardige day and night cycle. Ze willen gewoon inderdaad, ook als je een race van 2 laps hebt, je begint in donker en je eindigt in het licht. Ja. Want ze wilden even een mooie overgang laten zien. Maar fuck it, weet je, ik bedoel, het ziet er mooi uit, dus dat is prima. Ja, vinden jullie trouwens niet de hoeveelheid van races, 2 ronde races, niet een beetje aan de hoge kant? Dat is in het begin. Ja, dat bouwt natuurlijk wel op, want ik had al best wel snel ook inderdaad een wat meer laps op Suzuka. En dan ga je naar die 10, 15 minuten al per race. En dat is nog niet eens heel ver in de game. Dus je weet nu al dat je gewoon 1-2 uur kan racen later als je wilt. Ja, dat bouwt inderdaad verder goed op. Ik heb 2 mini-puntjes van kritiek. Ja. Het is niet super substantieel, maar er zit, want je had het over progressie. Nou, je wint ook auto's hier en daar. Bij sommige races zie je gewoon welke je krijgt. Maar je hebt ook die roulette tickets. Ja. Dat vind ik echt een kutsysteem. Want? Want ze laten alles zien. Ja, en dat doet pijn, bedoel je? Of, ja, nee, maar niet eens op een soort van manier van kut. Ik heb, maar echt, weet je, ik vind het gewoon... het moet een toevoeging zijn. En je zit iedere keer van, oh, vette auto. En dan krijg je 2000 credit. Maar weet je, het systeem van... je krijgt iets randoms en er gaat iets rond en het stopt ergens, is cool. Ja. Maar als je in your face zegt van deze rewards iedere keer... iedere keer is het een soort van... dat is al een soort van cheap dopamine elementje... Wat al niet heel chic is. En als je dan ook nog eens een keer...
weet ik wel, 80% van de tijd laat eindigen in teleurstelling. Op een gegeven moment heb ik echt zoiets van die kuttickets weg. Ja, fuck it, inderdaad. Ja. Ik heb hetzelfde. Ik moet wel zeggen, het was denk ik... Nee, het is nu erger geworden, moet ik wel zeggen. GT Sport was het ook altijd. Kreeg je, als je je daily workout haalde, dan kreeg je ook een roulette. Maar er waren altijd auto's. Gewoon 4 auto's. Ja. En het waren altijd gewoon... brutste Formule 1 auto, dikke vette groep 3 auto, noem het allemaal maar op. En een Lada. Ja, en altijd kreeg je de fucking Lada, weet je wel. Nee, maar het is prima als je niet weet dat die anderen er zijn. Nee, maar dat weet je gewoon zien, 5 gesloten kaarten en kiezen 1. Oké, je hebt dit. Precies. En je weet, er staat waarschijnlijk wel iets vetters achter. Maar in your face, dit krijg je niet. Keer op keer nadat je een beetje... De verhouding van dat er iets zinnigs uit kwam, had anders moeten liggen. Ja, nee, helemaal mee eens. En ook, weet je, dat doen ze ook bijvoorbeeld... dat je soms na een race mag je wel uit 3 kaarten eentje omdraaien. Dan weet je ook, het zijn 3 vette auto's of 3 auto's. Ja. Ik wil die. En vaak is het, en daarom vind ik het hinderlijk, is het dan bijvoorbeeld ook een auto uit een categorie waar je een reeks races van voorgeschoteld krijgt. Ja, klopt zo. En als je dan kan kiezen van, nou, ik wil die vind ik leuk, dan ga je die race-serie in met een auto die je tof vindt. En dan is het ook niet kut dat je er even bandjes voor koopt en wat andere dingen. Maar ik weet je, ik kreeg dan precies de auto die ik niet wilde. Ja, dan zit je er wel een beetje aan vast. Want je hebt geen andere auto waar je in die races mee kan doen. Ja. Ik heb zoiets van, laat dat niet random zijn. Laat dan 3 auto's. Welke vind jij tof? Die kies je. Het is gewoon een gek systeem. En hier zie je hem. Dit was de 2006 versie dus. Die kreeg ik uiteindelijk. Ja, sick. Die staat ook op mijn lijstje. En die F8 Tributo, die is ook heel, heel sick hoor. Van hey, Ferrari. Mooie E30 M3. Maar een van de dingen die ik niet zo heel erg chic vind... En die ik een beetje heel erg het concept van de game vind ondermijnen... is het feit dat microtransactions in zitten. En niet zo na de release ook. Pas, hè? Na de release is hij er pas in geïmplementeerd. Ja, dat is best wel nasty om heel eerlijk te zijn. Hier had je zo'n mooie... Bam, 500.000. Ja, nee, dat is wel lekker. Lucky fucker, godverdorie. En hier is het gewoon weer 2.000, geloof ik, of zo, hoor. Maar, nee, maar dit is echt... Ik krijg iedere keer dat kleine stapeltje geld. En dan heb ik zoiets van, oh, hier, kijk, tof, een Atom. Ja, die krijg je niet. Nee, die krijg je niet. Maar hoe heet dat? Die microtransactions. Hier, ja, zie je? De game is rigged. Ik denk dat je het zelfs hier krijgt te zien. Kijk, bij elke keer dat jouw balans wordt getoond van je credits... staat er meteen eronder, top up your balance via de PlayStation Store. En sorry, maar dat... Ik vind het heel intrusive, hoor. Het is intrusive, dat niet alleen, maar het breekt gewoon het concept van de game. Het is de progressie van de singleplayer mode, waar je inderdaad, weet je, toewerkt naar nieuwe dingen kunnen kopen. Ja, het is gewoon echt kut, want op een gegeven moment, weet je, er zijn een paar auto's die zijn echt belachelijk duur. Echt, er was ook een pre-order waar mensen al 1 miljoen credits bij kregen. 1,5 miljoen inderdaad. Ja, precies. Ja, weet je... Nee, ja, dat moet je niet willen. Want het sloopt meteen het begin van de game ook helemaal voor je. Ja. En je gaat wel redelijk snel doorheen, denk ik hoor, 1,5 miljoen. Maar het breekt gewoon het begin van de game. Ja, het is echt de smakgeld om aan het begin te hebben. Ja, dat is wel, dus je hoeft nergens meer voor te werken. Bijna gamebreaking. En vervolgens, ik vind het gamebreaking. En vervolgens, je hebt natuurlijk die auto's van 20 miljoen. En er zijn er maar een paar. En daar moet je echt, echt hard voor grinden. Maar als je die dan hebt... heb je echt bragging rights, weet je wel? Je put in the hours. Maar dat is wat ik bedoel. Zo speel ik de game als RPG-speler. Weet je, ik ben niet van de meest realistische rijacties. Ik vind het molentje leuk. En ik hou van auto's. Dus weet je, daaraan klooien en sparen voor dingen... en unlocken en grinden inderdaad. Ja. Dat is wat ik cool vind. Maar het feit dat je nu die toevoeging hebt... hè, van microtransactions, althans dat je dus gewoon currency kunt kopen in de store. En currency is gewoon XP. Dus stel je voor dat je gewoon souls zou kunnen kopen iedere keer. Maar it defeats the purpose, nee, weet precies. Je wel. Ja. Ja, want waarom zou je het doen? En het kutte daarvan is dus ook van het moment... het waren altijd bragging rights natuurlijk. En op het moment dat je nu iemand ziet met zo'n hele dikke auto... vraag je toch af, heeft hij ervoor gereisd of heeft hij gewoon zijn creditcard getrokken, weet je wel? Ja. En als je dan kijkt naar de prijs, moet ik wel zeggen, dan vind ik het wel behoorlijk duur, hoor. Want, ik heb niet gekeken, wat kost... Je krijgt voor 20 euro, krijg je 2 miljoen credits. Dus als jij die auto voor 20 miljoen wil, dan ben je gewoon 200 piek kwijt. Wow. En je hebt al 7 tientjes neergelegd voor deze game. Ja. Het is geen free-to-play game, weet je wel? 8 tientjes. 8 tientjes zelfs, sorry. Ja.
Nee, helemaal. Ik heb, hem netjes gekocht, dus ik weet okay. van elkaar 80 ekkies. Ja, maar dat vind ik echt krankzinnig. En dat voelt gewoon een beetje nasty, zeker ja. in een game. Nee, daar ben ik ook heel erg fan van. Zoveel liefde uitstraalt voor juist het collecten. Het collecten ja. staat centraal. Je ik weet ook zeker dat het was niet Polyphony's droomwens om, zeg maar, toen ze zaten van, hoe ziet onze droom racing game ja. eruit? Oh, die microtransactions. Ik wil ja. dat ze credits kunnen kopen. Ja. Weet je, ik denk dat het ook vanuit PlayStation ingefluisterd. Het is niet Kazunori die dat heeft bedacht. Nee, ja, ik denk dat het gewoon Gran Turismo, ze hebben gewoon vorige generatie hebben ze besloten, dit moet een live service game worden. En daarom hebben ze GT Sport uitgebracht. Ik denk dat ze daar heel erg de plank mee hebben misgeslagen. Want het is niet wat de meeste mensen wilden in ieder geval. Nu hebben ze dat wel gekregen, maar je ziet wel, die live service dingen, die blijven gewoon terugkomen. Ja. Dus ja. En over live service gesproken, ik bedoel, nou ja, niet direct dat, maar ik heb hem wel even achter de oren gekrapt toen ik zag van dat de career mode always online moet zijn. We zijn er ja. inmiddels al wel aan gewend. Ja, maar zeggen, dat doet me tegenwoordig niet meer zo nou, veel. Maar ik heb, bedoel, wat nou als er gewoon maintenance gaande is of zo? Of weet je, ja, waarom? Maar waarom? Een andere game was dat ook, nou, waar mensen zoiets hadden van ja. Ah, goed, maar goed, er zijn zoveel games geweest waar deze discussie bij is ja, geweest. Kijk, het stoort me niet, want weet je, ik heb altijd gewoon goed internet, maar het slaat gewoon nergens op. Dat dus als mensen je geen internet goed internet, hebt, dat die je gewoon, die willen die carrière gewoon spelen. Ja, dat zou gewoon moeten kunnen. Maar waarom zou het niet kunnen? Waarschijnlijk omdat je dan niet iedere keer de top op je balance kan krijgen. Ja. Vermoed ik. Dat, ik ja, ook games zonder die microtransacties hebben dat wel eens gehad, altijd online. Maar goed, een ander dingetje, mijn tweede puntje van kritiek. Of is het een indicatie dat de game toch naar de PC gaat komen? Vanwege DRM? Poeh, geen idee. Ik zie deze niet zo snel gaan. Ik denk het wel. Ja? Ja. Ik verwacht deze binnen een jaartje wel op de PC. En je ziet, PlayStation is al heel veel games aan het uitbrengen op de PC absoluut. Natuurlijk. Dit is hun paradepaardje. Dit moet een system seller zijn. Maar kan het niet zijn, want er zijn niet genoeg systems om te sellen. Dus dat maakt ook niks uit. Ik denk dat ze hem gewoon gaan uitrollen naar PC. En ik denk dat ze daar een hele grote markt mee kunnen bedienen. Oh, absoluut. Op de PC is natuurlijk qua racing games de grootste community. Ja. Dus dat is wat dat betreft een logische. Je kan ook echt veel van je auto aanpassen, inderdaad. En eigenlijk wat Steven al op het begin zei, van later in je carrière krijg je gewoon heel veel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ja. Dat ligt eraan waar de engine geplaatst is of waar de aandrijving zit. En het aantal performance points, noem het allemaal maar op, allerlei variabelen. En ja, hier kan je ook nog letterlijk je auto tunen. De verschillende onderdelen kan je hier nog kiezen op het moment dat je auto te krachtig is of niet krachtig genoeg. Je kan er nog extra ballast inzetten, je kan een power limiter nog erop zetten. Dus er zijn meerdere manieren om er in ieder geval aan te kunnen voldoen. Ben ik trouwens de enige die af en toe de menustructuur een beetje omslachtig vond? Nee, maar dat is waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ik had een ander punt van kritiek, los van tuning. Op dit gebied heb je ook natuurlijk het visuele tunen wat kan. Ja. Los van het feit dat ik het nog niet zo uitgebreid vind als ik had verwacht eigenlijk. Vind je dat? Ja, maar ik weet niet of ik vind het echt insane uitgebreid namelijk. Nou, wat het bijvoorbeeld, en dan heb ik het niet over die livery optie, maar wat voor mij bijvoorbeeld een goede indicatie was, de hoeveelheid merken van velgen. Ja. Ik weet niet of er nog meer bij komt. Jij bent verder dan ik. Maar ik heb bij die eerste, de optie unlocked is. Weet je, ik heb Gran Turismo games gehad waar je echt letterlijk 10 keer zoveel merken had. Ja, nee, dat was echt niet overdreven. Gewoon, weet je, er is nu gewoon een rijtje van misschien 10, 12 ja, merken. Zoiets, inderdaad, ja. En, er komt nog niets bij nu, maar. In ieder geval als we GT Sport een beetje kunnen aanhouden qua updates en shit, dan denk ik dat we daar nog wel veel meer van gaan krijgen. Ja, ik hoop het. Want kijk, weet je, de leuke dingen zitten er wel bij dan voor mij. Weet je, kijk, sowieso BBS, maar weet je, ook bij Work en bij wat van die andere Japanse merken, waar ik echt actief naar de velgen kijk, ja, zitten gewoon best wel veel gangbare modellen er niet eens bij. Weet je, dus het is veel zit erin. Ja, jij zit veel meer in die car culture dan dat ik ben, dus ja, ik zou er weinig over kunnen zeggen. Ik heb dus ook één avond was ik echt lekker bezig om die S13 helemaal mooi te maken. En je kan een beetje die widebody optie doen. Heel raar. Al je opties die je had, sideskirts, frontlip, spoiler,
doe je de Arches. Nummer? Ja, die zijn weg. Moet je weer opnieuw kopen. Okay. Geen melding. Weird. Ja, ik weet niet of het bedoeld is. Best wel weird. Voelt als een bug. Voelt als een bug. Ja. En de optie bijvoorbeeld, als je met je paint, doe je ook met delivery. Dat is die menustructuur waar je het over had, die gewoon niet helemaal klopt. Dat was echt een debiel voor woorden. Sowieso, je hebt de paint optie is alleen maar om paint te kopen. Ja. Je moet het toepassen in delivery option. En als je hem daar kiest, is hij nog niet eens applied. Want dan denk je, ik heb hem gekozen. Ja. Maar dan moet je hem opslaan als een profiel. Er is niet een apply optie, maar echt een profiel maken voor die auto. En alleen dan is de paint applied. Het is echt krankzinnig. Het is zo niet intuïtief. Ik had echt zoiets van, ja, dat is gewoon... Ik moest met de verf echt 5 keer kijken wat ik nou aan het doen was. Want ik wilde kleur uitkiezen voor volgens mij die Ford GT, waar ik mee bezig was. En ik zit te kijken naar kleur. Hey, dat is een andere auto. Want als je al kijkt naar kleuren, krijg je gewoon een random auto op je beeldscherm. Ja, je kan hem niet auto. Op jouw auto zien. Je krijgt 3 auto's, kan je de kleur op zien, maar niet die van jou. Wie heeft dat bedacht? dat was echt zo'n ding. En dan die white body optie. Om die arches groter te maken. Ja. Die zit niet bij alle andere opties. Die zit bij maintenance. Bij het olie verversen en de auto wassen. Ja, daar begreep ik ook eigenlijk. Want ik had hem de eerste keer gevonden. Ja. En daarna wilde ik hem nog een keer. En toen heb ik echt gewoon een half uur gezocht in de menu. Kon ik niet vinden. Heb ik moeten googelen. En van, het zit onder het auto wassen en olie verversen. Echt waar de enige body optie. Terwijl er allemaal body opties zijn in een ander menu. Dat soort dingen inderdaad, weet je, daar is gewoon niet goed over nagedacht. De logica is af en toe vrij ver te zoeken. De reden hoe ik daar ben achtergekomen is simpelweg door door het menu van Gran Turismo Café. Letterlijk, die stuurde mij naar GT Auto en het staat bij maintenance and service. Wat heel weird is inderdaad. Dat klopt daar iets niet. Voor een game die zo mooi designed is en de muziekjes en de geluidjes van overal waar je op klikt, alles is zeg maar gemaakt om een soort van welcoming hub te zijn om in rond te hangen. En dan word je gewoon af en toe gewoon een beetje verbaasd als je iets aan het zoeken bent. Ja, nee, helemaal mee eens. Wat betreft de opties, iedere auto kan je eigenlijk wel sideskirts en een nieuwe front opzetten. Minder opties ook dan bij voorgaande Gran Turismo games. Ja. Want daar had je echt wel meerdere skirts en meerdere wings en lips en noem maar op. Ook in veel gevallen van bestaande merken. Dat is er nu niet. Zou dat ermee te maken hebben dat die car models tegenwoordig zo insane zijn natuurlijk? Want daar hebben we het nog niet even over gehad. Maar die zijn echt belachelijk gedetailleerd. Het is schitterend. Maar ik mis wel echt iets meer opties. Weet je, bij sommige auto's heb je de optie op 1 variant van iets per deel. Dan heb je neus, sideskirts en bumper en de wing. Dat zijn eigenlijk de enige 4 plekken. En dan kan je nog wel de lampen doen en de grill in hele sommige gevallen. Maar het verschilt per auto. En sommige hebben wel 2, maar ik heb nog niet meer dan 2 opties gezien. Dus weet je, 1 skirt, A of B kan je dan kiezen. En... Ja, ik heb A, B en custom wel eens gezien ook, inderdaad. Misschien neemt het een beetje toe. Maar het is niet zo, weet je, die laatste Gran Turismo's, waar je gewoon echt heel veel velgen had, heel veel kits... Dat zit er niet in. Weet je, je hebt wel weer delivery optie erbij en wat andere dingetjes. Dus weet je, qua paints en qua decals kan je helemaal losgaan. Ja, ik wou zeggen, want die livery editor, die vind ik juist insane uitgebreid. En die is ook zo goed gedaan. Eigenlijk niks nieuws ook wel, moet ik zeggen. Want het is eigenlijk... Direct... Vind je het heel veel beter dan wat Forza altijd doet? Nee, Forza was altijd al goed ermee. En, Want het is niet... Het is ook niet iets nieuws. Want je hebt hetzelfde als bij Forza, dat je ook gewoon deliveries kan downloaden van wat andere mensen hebben gemaakt. Dus het is super cool dat erin zit. Maar het is wel iets wat ik 10 jaar geleden ook al in Forza deed. En Forza deed het ook altijd gewoon vrij gebruiksvriendelijk. Absoluut. Ik heb dat hier toch even... Het is te veel gepriegel af en toe hier. Nee, ik heb daar niet zo heel veel last van bij de livery editor, moet ik zeggen. Je kan ook je eigen designs trouwens uploaden. Maar het is eigenlijk letterlijk gewoon van GT Sport overgenomen. Het is niet beter geworden of slechter. Maar het was al uitgebreid zat. Alleen wil je echt iets moois maken. Je bent wel echt heel lang bezig inderdaad. Onder andere door de minuutjes. Maar ik bedoel, jij bent degene die ook veel GT Sport gespeeld heeft. Ja. Vind jij GT7 echt een complete overhaul of een complete... evolutie ten opzichte van GT Sport, wat eigenlijk gewoon het soort van je kleine neefje was? Ik vind GT Sport, ik vind het geen Gran Turismo. Ik vind het een hele fucking vette race game. En ook echt heel goed, maar het is geen Gran Turismo. En dat is waar ook heel veel mensen over vielen. En
dit bewijst het ook wel een beetje. Sport is nu gewoon een mode. Een van de hele GT Sport is gewoon één mode nu geworden in de Gran Turismo World. Nou, dat zegt wel genoeg, denk ik, over die shit. En qua physics zijn ze wel echt een goede stap vooruit gegaan. En vooral qua baan ook. Als je in de regen rijdt bijvoorbeeld. En vervolgens begint de baan langzaam een beetje op te drogen. Dat is trouwens ook wel heel vet. De dynamische weersomstandigheden. Het kan echt letterlijk bij bocht 1 regenen. Ja. En op het andere kant van het circuit niet. En dan moet je toch op aanpassen. En langzaam begint er wel een droge plek te verschijnen. Maar het zijn wel allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat vind ik wel echt heel dope. Wat vinden deze heren overigens van singleplayer multiplayer verhaal? Ik bedoel, zijn jullie guys die eigenlijk het liefst gewoon in een race game meteen alles tot je beschikking willen hebben? Wil jij meteen in multiplayer kunnen duiken? Ik vind dat er wel, ja, ik vind dat er wel moet inzitten. En waar je het zit er hier namelijk even voor alle duidelijkheid niet in het begin. Je unlockt het redelijk snel. Net zoals de tuning opties en zo. Dat zit er ook niet vanaf het begin in. Daar moet je echt eventjes een paar races voor doen. Een paar van die menus, die menukaarten volmaken. Ik vind dat toch wel een heel dubbel gevoel, moet ik zeggen, hoor. Want ja, ik vind het vet dat je ervoor moet sparen en zo dingen kan unlocken. Maar voor mensen die wel gewoon even snel een quick race willen doen of wat dan ook. En niet de honderden uren in de career mode willen stoppen. Het is dubbel. Want ik vind het zo, zo elitair aan. Zo van, gewoon even de game spelen. Wij zijn Gran Turismo en wij doen dit al jaren zo. Ga eerst maar je licenses halen en een beetje die singleplayer dingetjes. En op een gegeven moment, als wij denken dat je er klaar voor bent, dan mag jij ook wel gewoon gaan multiplayeren. Ik vind dat raar. Ja, vind ik ook wel raar. En hoe heet het? Maar niet alleen multiplayer, want ook gewoon een aantal tracks. Want ook als je hem gewoon wil opstarten. Die unlock je ook gaandeweg. Ja, ik wou zeggen, als je gewoon even snel een race wil doen, gewoon een arcade race of whatever, dat kan niet. Want die tracks zijn allemaal gelokt. Er zijn er denk ik 10 ongeveer op begin. Je kan er 34 uiteindelijk vrij spelen. 90 verschillende variaties in totaal. Daar moet je voor werken. Dat is zo. En ik denk niet dat heel veel mensen daarop zitten te wachten die gewoon een race game willen spelen. Ja, ik heb daar inderdaad zelf niet echt over nagedacht. Omdat voor mij is het standaard van dat is hoe je begint met spelen. En ja, voor mij ook, hoor. Dus en ik weet je, voordat ik naar multiplayer kijk, ben ik echt een lange tijd verder. Want ik ben gewoon lekker mindless, gewoon, weet je, die menukaartjes aan het volmaken. Ik ben gewoon, weet je, aan het grinden en unlocken. En dat is wat ik fijn vind aan Gran Turismo. En al die dingetjes net over de menutjes en dat zit daar en dat is niet logisch. Weet je, het moet ook niet een te groot deel van de review zijn, want zoals we begonnen, weet je, het is een waanzinnige race game. En het is echt weer een Gran Turismo. Juist omdat, ja, dit is wel Gran Turismo. Ook zo beginnen, alles moeten unlocken. Ja, ik heb hier bijna 10 jaar op gewacht, man. Weet je, de relatief gezien knullige eerste opdrachtjes van je B-license. Ja, je moet alles doen. En goed ding inderdaad. Ja, rijbewijs moet je hier ook weer gaan halen. B, A en S, het is weer gewoon terug. S2 vast ook nog wel misschien te zijn de tijd. Zover ben ik nog niet. Weet je, voor mij hoort dat er gewoon bij. Dus dit is Gran Turismo. En aan de ene kant heeft Gran Turismo mij überhaupt ooit racegames leren spelen. Ook al doe ik dat dus op een iets aparte manier. Haal het stuur, man. Echt. Ja, heel graag. Maar dan zit ik met een stuurtje op mijn schoot in de woonkamer. Weet je? Ik heb de setup niet. Dat gaat gewoon niet werken. I wish. Weet je? Ik weet dat het zoveel toffer zou maken. Maar ik heb prima naar mijn zin gewoon met de controller en op easy en gewoon lekker unlocken en aan mijn auto's klooien en sparen. En zo kan het ook. En weet je, ik weet zeker, dit is iets wat ik lange tijd speel. Weet je, die garage gaat uitgebouwd worden en daar geniet ik wel heel erg van. Weet je, wat ik zeg, ik kan gewoon stoppen met progressie. Maar ik had de FR-serie race gehad aan het begin. En ik had die S13. Ja, lekker even 1-2 uurtjes gewoon in de paint job. Aan de paint job klooien. En dit en dat. Even de juiste wieltjes. Maar dat is wat ik compleet heb gemist in GT Sport. En daarom vind ik GT Sport ook geen Gran Turismo. Want het ding is met Gran Turismo. 1. Het is echt een liefdesverklaring aan auto's. Nou, dat zien we ook wel in terug. Ja. En op het moment dat jij iedere race zomaar je auto kan uitwisselen voor iets anders, wat in GT Sport gewoon een ding is, bouw je er geen band mee op. En nu, weet je, je moet werken voor je geld. Vervolgens kan je of een used car kopen of een nieuwe auto kopen.
die ga je dan weer upgraden. En, zo, en daar ga je weer races mee winnen. En vervolgens, daar bouw je zo'n band mee op. En, ja, en absoluut. Die heeft echt een speciaal plekje dan op een gegeven moment in je garage. Ook ja. Omdat dat gewoon nog eens in woord en gebaar zeg maar verduidelijk wordt. Weet je wel, op het moment dat je een aantal van die wagens van een bepaalde... weet je, of het nou gaat om een hybride type wagen of four-wheel drive of whatever the fuck. Als je er een aantal hebt verzameld of uit de 80s of 70s of whatever, dan komt er ook weer een mooi verhaaltje bij dat je toch meer binding geeft met die wagens ook weer, weet je wel. Dus ja. Het maakt het allemaal wat persoonlijker. Hey, kijk. Ja, wat ik zeg. Van die daar gaan de mooie auto's. Nee, en die license is inderdaad, je moet weer rijbewijzen halen. Dat is verplicht, dat moet je ook doen. Wil je aan bepaalde kampioenschappen mee kunnen doen. Het is voor iedereen te doen, want brons halen, dat is vrij eenvoudig. Ja, ja, ja. Wil je alles goud hebben? Je wilt toch alles goud hebben? Ja, maar dat hoeft niet meteen. Nee? Ja, ik ben ermee bezig, maar ja, het is niet makkelijk. I know, maar het is de Dark Souls onder de race games. Nee, dat, maar het is tricky inderdaad, ja, naarmate je verder komt. Maar ja, je krijgt ook rewards, weet je. Alles op brons krijg je een auto, alles op goud krijg je een vettere auto. Maar dat daagt je wel uit, want je ziet gelijk de tijden van je vrienden. Ja, daar dus... stoor ik me aan. Daar stoor ja, ik me ja, aan. Ja, dat snap ik. Godverdorie, klootzakken. Echt verschrikkelijk. Maar dat het moet je triggeren, weet je wel. En mij doet het in ieder geval. Dan zie ik weer een naam boven mij staan. En denk, godverdomme, jongen. En dan ga ik weer. En het was ook echt pittig. Je hebt ook missions trouwens. Dat zijn weer bepaalde challenges. Ook met specifieke auto's onder bepaalde omstandigheden waarbij je ook weer brons, zilver of goud kan halen. Ja, aardig, maar dat was voor mij niet heel erg belangrijk. Dus... Nee, uiteindelijk draait het hier gewoon... het is altijd wel hetzelfde. Je start achterin en je moet vervolgens weer die zeven gasten voor je. Ja, maar kijk, zie je, als je zo'n snelheid advantage hebt, dan weet je gewoon, dan komt het wel goed. Ja. Maar de race is dat je allemaal tot aan dezelfde limiet mag, dan wordt het wel echt een moeilijkere game. Ja, en ja, voor mij begint het dan. Weet je wel, want hij is nu natuurlijk, snap ik. Dat is het, dan moet je leren racen. Ja, ja, inderdaad. En dat is gewoon. En daar ben ik wel echt heel blij mee ook. Dat ze zich in ieder geval daar wel aan hebben gehouden. En dat ze niet zijn gaan moderniseren, om het zo maar te noemen. If you fuck up, you fuck up. Ja. Weet je, er is niet een reverse button. De hinderlijkste shit in race games. Ja, het is gewoon cheaten, weet je wel. Maar als het erin zit. Ik gebruik het, weet je wel. Soms ben je aan het zweten en dan gebruik ik zo'n rewind-functie. Ja. Ik nee, wil maar dat het er gewoon, niet in zit. Start en retry. Die handeling, daar ga je heel vertrouwd mee raken als je deze game speelt. En dat is gewoon wat het is. Ja, maar dat is op de limiet racen. En dat is een bepaalde spanning en adrenaline die je voelt. Oh. Dat je echt dat bedoel ik. Dat je echt dat hier moet rijden. En doe je dat niet, ja, dan ga je eraf. Ja. En dat zijn die vragen die je dan hebt. Ga ik veiliger racen? Is het nog nodig? Ga ik het redden? Weet je wel? Ja, dan ben je echt je race aan het managen. En dat vind ik echt heel tof. Ja. Online, je hebt de daily races die je ook in GT Sport had. Dat zijn gewoon iedere dag om bepaalde tijden. Kan je inschrijven, kan je voor kwalificeren, kan je eraan meedoen. En vervolgens kan je natuurlijk ook je eigen lobby gewoon starten. En met heel veel customization options. En daar ga ik de komende weken echt heel veel gebruik van maken. GT Sport had wel gek genoeg echt tering veel online bugs. Echt heel erg veel. Gewoon sommige mensen die niet weg kunnen rijden van de grid. Vast bleven staan in de pit. Noem het allemaal maar op. Allemaal rare dingetjes. Ben er nog niet tegengekomen. Maar kwam het in GT Sport ook niet altijd tegen. Dus ik kan niet zeggen of het helemaal opgelost is. Maar letterlijk tot op de dag van vandaag. 4 jaar later, na dato. Is er nog steeds niet gefixt in GT Sport. In een online-only game trouwens. Nou, laten we dan hopen dat ze hier niet in zitten. Als dat de track record is van het oplossen. Ja. Dat is wat ik uiteindelijk... Dat is wel voor mij dan persoonlijk. Gewoon omdat ik ook met de jaren steeds meer online ben gaan racen, zeg maar. Dat is waar het bij mij uiteindelijk wel om draait. Tuurlijk, de carporn en het verzamelen, dat is een heel belangrijk aspect. Maar ik wil ik ook... Ik doe dat deel wel. Gaan jullie... Ja, maar ik vind het heerlijk om met datgene wat ik achieved heb in mijn career, om dan met mijn getunede wagen het op te nemen tegen bijvoorbeeld mijn vrienden en zo, weet je wel. Dus ik had dat wat eerder al gewoon meteen beschikbaar gehad willen hebben. Want ja, het is voor mij een twee-eenheid. En dat moet gewoon lekker in balans zijn met elkaar. Ja, en overigens wat ik zei op het begin van het ijsje respect. Dat heeft ook wel te maken met bijvoorbeeld waarom je niet multiplayer meteen vanaf het begin mag spelen. Is omdat de game vindt dat jij eerst ervaringen moet gaan opdoen. Wil je online racen? Al heb jij het niet nodig, weet je. Misschien ben je ze
uiteindelijk wel dankbaar, omdat het je ook redt ten opzichte van bepaalde tegenstanders. Ja, maar in GT Sport was het ook, je moest eerst een verklaring ondertekenen, dat je een goede driver zou zijn. Ja, je hebt hier ook, je hebt, los van je autoscore, heb je ook een persoonlijke score, hoe netjes jij rijdt. Je SR score, dus ook je safety gedrag, rating is dat. Ja, gedrag online wordt daardoor weergegeven. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld een bepaalde limiet gaan zetten. En van als jij een vakker bent die altijd tegen mensen aantikt. Is echt heel belangrijk trouwens. Want online, Gran Turismo, tegen randoms in open lobby's, is echt verschrikkelijk. Ja, dat geldt eigenlijk voor elke race game. Ja. Maar met deze twee ratings, en godzijdank, neemt hij me over van GT Sport. Dus ik hoef niet meer opnieuw even die veilige safety rank te halen. Ja. Voor de mensen die dat wel doen, die nog wel vanaf het begin moeten beginnen. Weet je, pak die eerste races. Blijf maar gewoon lekker achterin rijden, weet je. Rij gewoon clean, raak niemand. Binnen no time stijg je safety rating. En dan kom je gewoon in leuke, goede open lobby's terecht. En dan is het racen op zich wel leuk. Ja. Zijn we nog iets vergeten? Want 420 auto's zitten erin. Het is meer dan genoeg, naar mijn mening. Hoeft ook niet meer te zijn. Maar ja. Als in elke klasse er gewoon echt goede aansprekende wagens zitten, dan heb je mij al wel, joh. Ik miste nog wel een beetje, maar misschien komt dat, hoor. Maar ik kon nu kopen gewoon bij die second-hand dealer en bij die showrooms. Ja. En daar zat ook heel veel niet tussen. Ja, ik wou zeggen, vooral veel nieuwe auto's ontbreken nog wel, moet ik zeggen. Zullen wel DLC-pakketten worden dan? Ja, ze zullen ongetwijfeld veel meer auto's over de jaren. Maar ik heb niet het idee dat alles er al in zit. Of weet je, ik denk dat er nog wel meer gaat komen. Ik heb niet ook toegang tot alles nu meteen. Weet je, ik bedoel, ik kan bij. Ik ben natuurlijk vooral naar de Nissan auto's aan het kijken. Maar daar zitten, weet je, ik kan er bij die secondhand dealer. Dat roteert een beetje. Dus dan moet je gewoon even het geluk hebben dat er iets staat wat je wil hebben. Maar bij die main dealer, weet je, ik kan een S15 halen en een R34. Maar de modellen ervoor staan daar niet. Nee. Dus ik heb zoiets van, heel leuk, ik wil wel een R32. Moet ik nou gewoon wachten tot die een keer bij de second-hand dealer voorbij komt? Weet je, je kan niet sparen en hem kopen. Nee, en dat kon wel altijd bij Gran Turismo. En wat ik nog weirder vind, je kan je auto niet verkopen. Nee. Dat vind ik best wel weird. Ik bedoel, want dat is over het algemeen wat je deed in Gran Turismo ook. Wanneer je op het begin de langzame auto's hebt, die pimp je helemaal. Vervolgens verkopen die om mee te kunnen doen aan een volgende kampioenschap. Ja. Dat is nu helemaal niet het geval, in ieder geval. Maar goed, we zijn aan het nitpikken en ik wil niet negatief afsluiten. Oh ja, nee, maar het feit dat we over dat soort dingen aan het nitpikken zijn, dat zegt eigenlijk vrijwel alles. En, ja. En ook de PlayStation 4 versie doet het trouwens heel erg goed. Ik weet niet of jullie, ja, toch wel? Ja, ik weet niet of jullie de PlayStation 4 versie hebben gecheckt of hebben gespeeld. De PlayStation 4 Pro versie ziet er echt piekfijn uit. Het is niet neder 4K zoals de PlayStation 5 versie. Maar het is 1800p. Dus echt haarscherp. Ook gewoon een strak 60 fps. Dus het ziet er prima uit. En wat ik ook gewoon fijn vind om bij de mensen om me heen te horen. Ik bedoel, ondanks het feit dat het de real driving simulation zou zijn. Wat ook een korreltje zout. Maar het feit dat zoveel mensen er echt heel veel plezier uit halen. Op het eerste oog is het een serieuze game, ja. Weet je wel? Maar mensen halen echt zoveel plezier uit. Dat geeft gewoon aan dat de kwaliteit van deze game gewoon echt is. Want ja, anders haal je er niet zoveel plezier uit natuurlijk. Ja, die en het zijn echt een racefanaten ook, weet je wel? Ja, ik wil zeggen, die passie en liefde die je ziet voor auto's en die uitleg die je elke keer krijgt. Het heeft voor mij een autofanaat gemaakt, Gran Turismo. En ja, dat had ik nooit kunnen bedenken. Ja. Dus. Ja, eens. Dat is de legacy van Gran Turismo. En dat zie je nog steeds in 7. Ja.